op de stand van Eddy Merckx Cycles bij Peter Speltens van Eddy Merckx Cycles, uiteraard. Peter, we staan bij de EMX 7, dat is een nieuw frame voor dit jaar. Maar we staan bij een heel bijzondere uitvoering van de EMX 7. Kan je er iets meer over kwijt? Absoluut. Dit is een verjaardagsserie, dus de limited edition, de Eddy's Anniversary Bike. We hebben dus eigenlijk aan Eddy laten weten dat hij zich volledig kon laten gaan rond deze fiets. Dus hij heeft echt zelf een aantal details uitgekozen die hij belangrijk vond. En op designvlak zijn wij ook redelijk losgegaan en hebben wij echt ervoor gezorgd dat dit een uniek model geworden is. Bovendien worden er maar 200 over de hele wereld van geproduceerd. Die gaan ook genummerd worden. Een aantal van die details die refereren naar de rijke carrière van Eddy Merckx zijn onder andere dat we een samenvatting van zijn belangrijkste overwinningen hebben op de velgen gezet. Dat is iets al belangrijk. Eddy Merckx heeft zelf ook gekozen voor carbon lightweight velgen. Super stijf. Voor de rest, hier hebben we ook 525, dat is het totaal aantal van zijn overwinningen erop gezet. Hier, en dan tenslotte, ja, misschien wel iets zeggen over de technische kant van de zaak, ja, van het technologische aspect van het frame. Kan je daar iets over kwijt? Wel, eerst en vooral, het is een super stijf, maar ook comfortabel frame. Het heeft een carbonwaarde van 62, wat de hoogste is op dit moment in de markt. En vervolgens, Peter, iets over enkele technische specificaties van het frame. Ik zie interne kabelgeleiding, maar er is meer aan de hand. Er is nog een aerodynamisch elementje aan verbonden. Klopt, dat is hier de aerofork. Speciaal design van vork, zorgt voor meer aerodynamica. Uniek bij ons. Voor de rest is ook de finish van het frame. Het is een 1K finish, dus redelijk uniek. Wat er speciaal aan is, is dat we hier van die X's in verwerkt hebben. Die ook refereren naar Eddy Merckx natuurlijk. En ik merk ook, maar dat is dan meer weer iets over design, Merckxissimo op de onderbuis, op de schuine buis. Hier onderaan hebben we dat ook verwerkt. We proberen gewoon zoveel mogelijk leuke details te verwerken op het frame, op de velgen die refereren naar de persoon van Eddy Merckx. Niet onbelangrijk, het is echt een schitterend pareltje, maar wat is de kostprijs? De consumentsprijs eigenlijk. De eindconsumentprijs is €14.495. Het is wel een zeer gelimiteerde versie, 200 exemplaren. En redelijk uniek hè, voor in zijn verjaardagsjaar, wanneer hij 65 geworden is. Dus het is niet voor iedereen weggelegd, maar voor echte liefhebbers is het ook wel een waardevol collectors item. Voor echte merxisten. Absoluut.